Hallo allemaal, mijn naam is Erik van der Kolk en ik ben dirigent van de Friese Veensharmonie. Er is mij gevraagd om dit project iets te vertellen over passiemuziek, wat ik natuurlijk graag doe. Wij kennen de passiemuziek vooral van Bach en met name zijn Matthäus Passion. Maar passiemuziek begint eigenlijk al veel eerder, namelijk 4 eeuwen na de geboorte van Christus. En dan met name in het Gregoriaans wordt er gereciteerd, dus er wordt voorgezongen. En daarbij is het belangrijkste evangelie op Goede Vrijdag eigenlijk het Johannes-evangelie. Dat wordt veelvuldig gebruikt door ook andere componisten. En zeker rond 1700 komt in Hamburg eigenlijk een hele traditie van passiemuziek komt eigenlijk opzetten. En dat heeft ermee te maken dat met name na de reformatie van Maarten Luther eigenlijk teksten worden gebruikt in het Duits, zodat ook de gewone bevolking kan meezingen. Er zijn veel componisten die daar gebruik van maken, waaronder Kaiser en Händel, waar we zo meteen een stukje van gaan horen. Een van die dichters die de teksten schreef voor deze passies was Brokke, Heinrich Brokke. En zijn teksten werden veel gebruikt voor de passies toen de tijd. En natuurlijk de bekende Johannes Sebastian Bach gebruikte voor zijn Johannespassie ook de teksten van Brokke. En ze werden rond 1700 kwam het op. En in 1724 ging de Johannespassie in première. Met geweldige koralen en aria's, waar we straks een aantal dingen gaan horen. Prachtige Christus, der uns selig macht en de Cefliezen uit de Johannespassie. Met teksten van Brokke. Thank you.
Matthäus-passion. Een verhaal van hoop, reizenis en licht. En wie wel eens de hele Matthäus-passion heeft mogen bijwonen, verlangt aan het einde van het stuk ook naar het einde. Het is een verhaal van ups en downs, van herhaling, van opnieuw het lijden ondergaan en opnieuw zoeken naar de herijzen. We leven nu ook opnieuw in die periode. Velen van ons smachten naar het einde van de periode waarin wij nu leven. Het is ook een periode van verdriet, frustratie en voor sommigen ook voor angst. En samen werken wij toe naar het einde van die periode. En laat dat nou de paasgedachte zijn. Dat we samen toewerken naar het einde van deze periode. In gedachten van hoop, reizenis en licht. Na de prachtige aria en koralen uit de Johannespassie gaan we nu luisteren naar een gedeelte uit de Matthäus-passion. Het meesterwerk van Bach, wat ook ontzettend bekend is hier in Nederland. Wij kennen al een lange traditie van de Matthäus-passion en dat is eigenlijk heel uniek in de wereld, want nergens in de wereld wordt zoveel geluisterd als in Nederland naar de Matthäus-passion. Het komt eigenlijk door de bekende dirigent Willem Mengelberg. Die was dirigent van het Concertgebouw en was helemaal gek van de Matthäus-passion. En de Matthäus-passion was ook jarenlang eigenlijk niet bekend. Na de tijd van Bach, nadat Bach stierf, was het eigenlijk een beetje zoek. Maar door de bekende Joodse componist Mendelssohn, die vond de muziek en die heeft het weer helemaal opnieuw opgezet. En in Amsterdam kwam dat eigenlijk, werd dat heel favoriet en gingen heel veel mensen luisteren. En dat doen ze nog steeds met heel veel plezier. Ik zelf ook. De Matthäus lijkt totaal niet op de Johannespassie. In de Johannespassie gaat het veel meer in het evangelie over een krachtige Jezus. En in de Matthäus gaat het veel meer over boetedoening, over smachten, verdriet, angst. En Bach doet dat op werkelijk een geniale wijze. De manier waarop hij de koralen gebruikt. Die melodieën zijn overigens niet van Bach zelf, maar komen vaak uit de renaissance. Zijn vaak dansen die Bach eigenlijk weer heeft gebruikt. Veel melodieën ook van Maarten Luther na de reformatie, zodat het publiek ook goed kon meezingen en herkenbaarheid had. En dat is fantastisch om die muziek te laten horen. We gaan straks natuurlijk naar het geweldkoraal O Haupt voor het bloed ontwonnen luisteren. Maar ook naar twee geweldige aria's, Bloed en Noer, vrij in het begin. En aan het eind zit het prachtig intieme aria Aus Liebe. Thank you.
Passie voor Pasen. Passie voor Pasen. Want passie is de tijd voor Pasen. In de kerk de tijd dat we terugdenken aan de weg die Jezus in zijn leven is gegaan. Hij werd geboren op een plek waar ook dieren worden geboren. Een stal. Hij vluchtte voor een koning die niet wilde dat iemand, ook al was het nog maar een kind, hem naar de kroon zou steken. Wonend in een regio waar de anderen de neus voor ophaalden. Zo anoniem mogelijk levend. Totdat Jezus begon door te krijgen: de God van Israël is geen God van hokjes. Hij sluit niet uit, maar hij wil ieder mens in zijn hart sluiten. Bij God kan ieder mens thuiskomen. Een ongehoorde boodschap die hij, Jezus, moest gaan laten horen. Dat was zijn roeping. Tegen de gewone gang van zaken en manier van denken in. Dat maakte hem niet geliefd. Integendeel. Elke dag dat hij zich liet horen en liet zien, waren er mensen in de buurt die hem liever zagen gaan dan komen. Haat. Grote haat werd jarenlang zijn deel. En via een valse beschuldiging en verdachtmakingen kregen ze hun zin. Achter de tralies en voorgoed monddood. Veroordeeld als een misdadiger. De levensweg van Jezus was een kruisweg. Een lijdensweg. En die lijdensweg vond zijn toppunt in een moment dat hij zich niet alleen verlaten voelde van mensen, maar ook van God. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een toppunt? Nee, een dieptepunt. Totale eenzaamheid. Een gevoel van: mijn hele leven, heeft het er dan niks toe gedaan? Waar ik voor wilde staan, is dat zinloos geweest? Is het zinloos geweest om mensen te laten ontdekken dat ze bij God thuis kunnen komen? Is het zinloos geweest om mensen te laten ontdekken dat ze bij God hun thuis kunnen vinden? Hem gaan ontdekken als een vader die van hem houdt. Jezus houdt toch vol. Zijn passie voor God is zijn levensdoel geweest. En dat houdt hij vol. Hij zegt het uiteindelijk: ik heb gedaan wat ik moest doen. Of op zijn Twents: het is dawn. Passie voor God. Een drive hebben om God te laten zien als een vader bij wie je thuis kunt komen. Waar de deur open staat, je aan kunt schuiven aan tafel. De draad van het leven weer op kunt nemen. Waardoor je ontdekt: het leven hoeft niet dood te lopen. Je leven heeft toekomst. Ik heb toekomst. Jij hebt toekomst. Dat is voor mij Pasen. Ik heb passie voor Pasen. Omdat ik heb ontdekt dat het verhaal van Jezus scheen dood te lopen, maar dat is schijn. Het loopt niet dood. Ik hoor een kind met een hoofdletter dat zich dacht God als vader te hebben. Ik hoor dat kind zeggen: waarom? En ik zie een vader die met zijn kind tot het uiterste gaat. Zoals Abraham ooit met zijn enig kind tot het uiterste ging. Maar ik zie een God die zo waardeert dat Jezus tot aan het einde volhield, dat hij hem laat ervaren: dit is niet het einde. Je leven doet ertoe. Dat is de boodschap van Pasen. God liet Jezus niet voor paal staan. Hij kruiste de degen met de dood. Zette een streep door de dood en maakte er leven van. Hij maakte van het minteken een plusteken. Het kruisteken werd een plusteken. Het maakte van een doodpunt een levenspunt.
En als mijn leven ertoe doet, dan heb ik dus toekomst. Dan hoef ik niet achterom te kijken. De ballast van het verleden kan ik achter me laten. Ik mag vooruitkijken. Ik mag leven met visie. Ik mag de wereld zien als de plek waar ik thuis mag zijn. De wereld als de plek waar ieder mens thuis mag zijn. De wereld als de plek die God mij geeft om te leven. Niet mijn bezit, maar het huis wat God mij aanbiedt. Om niet. Mens, leef. Laat de schepping schepping zijn. De bloemen bloeien. De dieren leven. Ontmoet elkaar. Als mens die voor de andere mens van betekenis mag zijn. Leef niet van haat, maar van liefde. Niet van wanhoop, maar van hoop. Niet van ongeloof, maar van geloof. Leef. Leef in Gods naam. Heb passie voor het leven. Vertel me eens, Heer Jezus, toen u op aarde was, waarom geloofde niemand toen dat u de koning was? Ze wilden graag een koning met rijkdom, pracht en praal.
Maar u kwam als een dienaar, het angst voor allemaal. U werd arm om jullie rijk te maken. Vertel me eens, Heer Jezus, u bent aan het kruis gegaan. Waarom hebben de mensen u toen zo'n pijn gedaan? U wou hun zonden dragen, u wou de pijn doorstaan. Voor alle stoute dingen die iedereen heeft gedaan. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het deed voor mij. Laten we samen spelen in het hemels koninkrijk. Wat u ons heeft gegeven, dat maakt ons leven rijk.